Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Cam Rental, Van Gorp Interieurbouw, Kitschy Things, Kringloop, Brokante Tilburg. De grootste kermis van het land, de Benelux en de grootste rijende kermis in Europa is ook deze jaar weer te zien in het gezellige Tilburg. Ieder jaar weer zijn tienduizenden families uit Tilburg en de rest van het land te vinden op deze groot evenement. Maar je beleeft deze kermis pas echt als je meegaat met de familie Kruik. Ja, daar kijken wij ieder jaar naar uit. We gaan er ook ieder jaar naartoe. Het is als het ware met de paplepel ingegoten, niet zo? Zeker, zeker. Ja. Dat is eigenlijk een traditie van ons. Ja, een beetje gokken, met de boeldoos, weet je niet, met die muntjes. En mee kijken. Ik vind dat kei leuk. En vooral om samen met eens Jeffrey te gaan. En al die attracties. Ik hou er wel van. Iedere kermis is wel een groot feest voor de familie. Maar dit jaar heet Tony Kruik, de oudste, grote plannen. Kijk, ze voelt hem niet. Ja, heel mooi ketting. Ja. Dat komt ja. Er ook terug, denk ik. Oh, dat denk ik ook. Gewitteld nog niet. Gewitteld nog. Ja, we hopen van wel, ja. Hallo. Goeiedag. Ik zoek een verlovingsring voor mijn meske. Ach, wel leuk. Jij gaat trouwen. Oh. Zal ik eens even kijken wat ik heb? Of heb jij al iets in gedachten? Nee, laat maar zien wat je hebt. Nee, zal ik eens even een paar pakken? Nee, hier hele grote. Kijk, zo'n schoen. Oh, ik weet nog wat ik aan had. Ik had zo'n, het was geen witte jurk, maar dat noemen ze eierschaal geel. Oh, dat is zo'n mooie dag, jongen. En we hebben vijf vis gehad. Ja, die dag vergeet ik niet. Hoeveel is die? Deze komt op 3000 euro. Maar dat zijn allemaal diamanten, hè? Prachtig geslepen. En die? En die, hè? Dan kun je beter dan deze vatten, dat steentje is iets groter. Die? Die. En die, hè? Ja? Ja, dat is ook een schoonring. Maar wat vinden van deze? Dat steentje is iets groter. Hoeveel is die? Deze is 300 euro. In this tree, there is one of the most extraordinary plant predators. It's one animal that I don't need to sneak up on. Corrie, telefoon. Hè? Telefoon. Oh. Oh, hier. A sloof. Ja? Oh. Hey, Ziske. Hey. Hey, wie is dat allemaal? Dat is papa, dat is mama alleen. En dat is Jeff? Ja, Jeffrey zit hier in Heffen. Had ik eigenlijk de hele zooi met elkaar, ik moet wel blijk zeggen. Hoezo? Houdoe. Oh, Ja, dus nou Tony Beltman, zegt hij, haal iedereen maar bij elkaar. Die zal wel weer weggeflikt hebben. Zijn we onderhand van hem gewend, niet Toon? Kijk hem gaan, hoor. Wie is dat? Een narige, van twee straten terug. Oh ja, die loopt hier altijd langs. Zware gek. Ja. Zet maar neer.
alsjeblieft. Oh, daar redden. Oh ja. Hey. Hey, ga maar even zitten. Dat doe ik toch, jongen. Nou. Ik ga als Patrice ten huwelijk vragen. Oh, menneke toch. Zo, dat kan je. Oh, dus dat wil ik even vertellen. Ja? Is hij niet een beetje vroeg? Ja. Pakkes. Ja, nou, dat vind ik toch. Lillekert. Oh, dat vind ik zo geweldig. Als iemand voor op een knie gaat, dat is toch kei, dat is kei leuk. Dat had ik toch helemaal niet verwacht, jij wel? Ik ook niet. Ze moet nog wel ja zeggen. En ja, ik heb ook allemaal genoeg mannen aan mijn voeten liggen, maar ik ben niet zo makkelijk te vangen, hoor. Ja, ze vond het wel lagen. Volgens men. Nou, naar de huis van Patrice. Tony zijn potentiële schoonhoudelui hebben een kermisattractie en staan zoals ieder jaar op de Tilburgse kermis. Ja, Tony, geduld is een schone zaak. Hey! Hey, Tony! Hey, jongen! Ik wou jullie wat vragen! Ja. Yeah. Daar staat er dan, voor die meesten. Even wachten, Tony. Komt die nog in de laatste ronde. Go. Jullie Patrice wou ik een huwelijk vragen. Oh. Wat zei je nou? Ja. Tja. Het is ook zo'n lekker manneke. Ik kwam je daar vragen aan ons John. Ja. Schattig was het. Komt hij daar vragen? Ja. Natuurlijk, Maarda. Natuurlijk, Maarda. Wat denkt u, John? Ah, gaat ik het zo? Natuurlijk, ja. Nou, hup, boven. Ja, je gaat erin, hup. Ik moet nog heel veel dingen verbreken. Ja, dat weet ik. Tony heeft bekend alles voor mekaar. En na is het tijd om Patrice ten huwelijk te vragen. Hij had erop voor een speciale avond. Lekkere masturbeerbeer van me. Heb je zin in dit avontuurtje? Doe als eerst je broek naar beneden. Je broek naar beneden. Oké. En pak een scheermesje. Ja, hoe we elkaar hebben leren kennen, dat is echt wel een heel grappig verhaal. Want ik werk dus bij de sekslijn en ons Tony, dat was dus een vaste klant van de sekslijn. En ik had hem elke avond aan de telefoon en echt lange gesprekken, weet je wel. Ja, en ik was bij een Spanelsma, een toxke. En toen hoorde ik een stem en het was echt, ja, ik herkende de stem meteen, weet je wel. En ja, was Tony Kruik. Dus ja, was liefde op het eerste gezicht en ik was helemaal van mijn padje af, weet je wel. Het was echt net een film. Het was echt, echt geweldig. Ja, en ik wist ook wat hij lekker vond. Dus ja, ik had hem meteen mee naar huis genomen, weet je wel. En ja, hij is nooit meer weggegaan. Ik zei wel een romanticus. Ja. Yeah. Voor deze avond heeft Tony hetzelfde tafke gereserveerd als bij de eerste afspraak. Ja, ik en Tony komen graag hoor bij dat tentje. Ze hebben er lekker eten en ja, super hygiënisch. Ja, wij komen graag bij de smikkelaar. Hey, mag voor 5 euro friet? Doe maar een broodje bal met mayo.
twee frikandellen en een vlampeer. Thuis bij Kruik zitten pa Toon en moeder Sjan, zus Corrie, broer Jeffrey en zijn vriendin Rowena te wachten op Tony. Ook zijn beste maat Papi is aanwezig om het nieuws te gaan horen. Afgeven. Iemand David of David. Met een bout, hè? Ja. Ja, het zal David zijn. En Patrick. Nee. Die komt wel uit Tilburg. Hoe heet dat als ook weer? Je bent een internet traag, zeg. Ja. Ja, dat schiet zo niet op. Zo kan ik niet chatten. Volgens mij zit hij wel. Pap, de internet ligt er weer uit. Ja. Een bout, jongen. Ja. Pap. Hey, ja. Toon. Ja, ben. Ja, de internet ligt er weer uit. Ja, voetbal aan het kijken, Mary. Jeffrey, ja, ik heb wel internet. Ja, het speelt wel. Oh, dat is heel lang. Hé, pa, laat die tv uit. Ja. Ik heb goed nieuws. Patrice, die... We gaan trouwen. Ach. Ah, ja, dat ja. Ja. Nou, kijk, wat een gat. Nou, ja, nou. Ah, jongen, dag. Menneke. Nou, de baat is binnen, jongen. Nou, en jij ook, hè? Toon. Ik ga even Riddy bellen. Voor die zo goed wedding plannen en zo. Best wel druk. Dat is echt geweldig. Ik bedoel... Dat is toch de droom van elk meisje, of niet, Jeff? Ik vind het wel leuk. Als het Tony die gaat trouwen, dan ben ik het toch, hè? Hij gaat trouwen. Ik heb hem gewaarschuwd, maar ja, moet zelf weten. Patricia heeft er een beste vriend op getrommeld, ja, als weddingplanner. Ja, dat was echt zo romantisch. Ja. Ja, maar ik heb nu wel een weddingplanner nodig, dus ik wil echt... Heb je tijd? Echt? Nee, nu. Ik wil het echt nu hebben. Oké, kom je eraan? Oké. Nou, Rudy, dat is dus mijn BFF. En die weet gewoon hoe die, ja, die weet gewoon wat ik leuk vind. Van jurken, taarten, van alles en nog wat. En, ja, mijn ouders die gaan ook binnenkort het land weer terug in. Dus het moet snel gebeuren. Maar dat kennen ze Rudy wel, hoor. Toon. Maar dit het toch? Kijk eens naar het schaal. En ook thee omheen? Maar goed, dus... Daar is die! Rudy! Wie is daar? Wie is daar? Hier is die! Hi! Hi, oh, gezellig! Welkomstcomité! Hey, ik zal hem even voorstellen. Hi, Rudy. Hi. Ashanté, Rudy. Hi, hey. Wat weer? Hey. Oh, helemaal goed. Hi. En de gelukkige, hi. Gefeliciteerd. Laat het niet los, hè? Ik heb er zin in, hoor. Ja, ik vind het zo leuk voor. Ik ben ook zo blij voor haar. Maar ja, het wordt wel een uitdaging van mij, want Patrice is geen makkelijk, hoor. Maar ik ook niet, dus ja. Yeah. De vrouwen gaan aan de slag mee het plannen van de bruiloft. Ook Patty, de moeder van Patricia, is er gezellig bij komen zitten. Ondertussen heeft papi Tony even apart genomen.
Dus je gaat trouwen? Ja. En de vorige keer dan? Ja. Jongen, dat was een ander meske. Deze Patrice. Lief van mijn leven. Wacht een half jaar. Hoezo? Je gaat te snel. Ja, hé, hey, dat maak ik zelf wel uit. Je gaat gewoon te snel. Ja, ik hou van haar. Urenlang shoppen. Kijk dan, kijk dus dan. Dat toch? Maar, nee, dan moet je wel een manke. Je bent toch geen oma? Ja, dat kan ik wel aan. Dan gaat ze vragen of ze te dik is. Ja, Patrice? Nee, maar kijk, wit, dat maakt mij echt te dik. Oh, maar als nee, dat nee, niet. Joh. Nee, nee. Is je. En jouw vrije tijd? Ja, dat maakt zelf wel uit. Niet meer hosselen met de matties. Ja, geen lekkere wijven meer. Kom dan maar. En die komkommer van de vorige keer ook. Bakkes. En dan kan je allemaal ballonnetjes pakken. Weet je wel, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n boog. Dat vind ik echt heel leuk. En ja, dan is het ook. Even, kom hier. Klein dingetje, hè? Hoe het er nu allemaal uit gaat zien. Hè? Medewensen van Patrice. Ongeveer 25.000. Maar dat is een vriendenprijsje. Dat valt eigenlijk wel mee. Ja, ja. Geen probleem. Ja, oh, dankjewel. Nou, wij gaan nog gaan, want dan moet ook echt veel te veel geregeld worden. Goed, hè? Nou, zie jou voor de keer. Doei! Jongens, het is leuk te leren kennen. Nee, dag, ja. Dag, dag, papa weer. Dag, Tony. Ja. 25.000 euro. Dat lukt jou toch wel in 10 dagen, Tony? De volgende keer weer kijken, hè? De familie Kruik. We fly so high, we fly so high.